Je kijkt vandaag vanaf de bank, wil ik gewoon iets met je aan je meegeven. Een power talk. Ben jij een ambitieuze ondernemende vrouw? Misschien heb je kinderen, misschien niet, maar je hebt ambities. Je hebt een droom of misschien wel meerdere dromen. Er is een gevoel wat sterker is dan jij, dan moet je deze video zien. Het moment dat ik dit opneem, vandaag is de dag na moederdag. En ik heb 3 kinderen. Inmiddels is de oudste 16, 14,5 en 13. En moederdag is iets bijzonders. En gisteren merkte ik ook al aan foto's die op YouTube voorbij kwamen, dat ze... dat vrouwen ook gewoon stil stonden. Je zag mooie zwangere buiken bijvoorbeeld voorbij komen. Mooie foto's van mama's met hun kinderen. Dat ze ook gewoon zo trots zijn om moeder te zijn. En dat moederschap ook wel wat met ze doet. En dat wilde ik vandaag nog even in een video vastleggen. Dat vrouwen geen idee hebben hoe sterk ze zijn. Ik ben mijn carrière begonnen als verloskundige. Voor mijn gevoel is dat 100 jaar geleden en lijkt het heel ver weg. In die jaren dat ik als verloskundige heb gewerkt, in een eigen verloskundige praktijk, heb ik toch wel heel veel, toch wel duizenden vrouwen mogen begeleiden in het komst van een nieuw leven, hun kindje. En heb ik toch wel honderden, misschien toch wel kleine 2000 vrouwen, of mogen, nou toch wel meer, mogen begeleiden in hun bevalling. En op het moment dat vrouwen moeten bevallen, dan komt er zo'n bijzondere oerkracht in hun naar boven. En het mooie is altijd, en dat zag ik toen in mijn werk en dat zie ik nu ook in de vrouwen die ik coach, dat op het moment dat zij voelen van oké, nu is het serieus, nu moet ik gaan, dat zij een focus creëren en alles kunnen elimineren en er volledig voor gaan. En net als met een bevalling, als je kijkt en je bent misschien moeder of je kijkt als man hierna, dat je misschien al kinderen hebt en je hebt bij een bevalling. Vrouwen zijn zo sterk. Dat zie je dus op het moment dat in iets heel natuurlijks. Maar waarom is dat dus op het moment dat ze dus niet gaan bevallen van hun kindje, maar een nieuw idee, van bevallen van een nieuw idee, van een boek, van een bedrijf, van een iets nieuws, een nieuw programma, een nieuw product, dat zij zo twijfelen aan zichzelf. En dat is toch wel bijzonder, want juist nu, in de tijd van nu, is het zo fijn dat je dus als vrouw nu ook gewoon jezelf mag laten zijn. Je bent nu, in vergelijking met vroeger, zijn er zoveel kansen voor meisjes, voor vrouwen, om alles te kunnen doen wat je maar wilt. Ik bedoel, gisteren had ik mijn dochter, geschiedenis waren we aan het over horen. En toen had ze het over de Romeinse tijd. En hoe had het er zo over, hoe triest dat was als je dan als in de tijd van de Romeinse tijd als arm meisje gewoon geboren werd. En dat je soort per definitie slaaf was en heel hard moest werken. We leven nu in de 21ste eeuw en nog steeds zijn we als vrouwen bezig met de verkeerde dingen. Zijn we bezig met druk zijn en vergeten we onze dromen. En hoe fijn is het om nu dit al die potentie die in jou is, om die te gaan gebruiken. Want geloof me of niet, vrouwen hebben veel meer, of kunnen veel meer dan ze zelf denken. En dat is zelfs nu wetenschappelijk op het niveau van het brein geconstateerd. Dat vrouwen, als we dan even puur kijken van nou, hoe zit het brein dan in elkaar, hebben vrouwen een kleiner brein dan die van mannen.
Het is kleiner, het weegt lichter. En vroeger dachten we dat mannen dat veel meer nodig hadden. En nu blijkt dat mannen maar met één hersenhelft... zij hebben wel meer, maar zij denken, gebruiken maar één hersenhelft. Dat zie je heel duidelijk, dat mannen heel goed zijn in beslissingen maken. Dus of dit, of dus dat. En dat zie je dus ook met als je... wetenschappers hebben dat heel, vonden dat natuurlijk ook interessant, van wat is nou het verschil tussen het brein tussen mannen en vrouwen. Dat mannen dus heel duidelijk, met het maken van beslissingen, dit of dat. Zie je ook bijvoorbeeld, ik weet niet of het voor jou herkenbaar is, als ik me even een voorbeeld met mijn man neem, op het moment dat wij ergens naartoe moeten rijden en we zijn al wel een keertje geweest, en dan weet mijn man ook wel een beetje waar we dan naartoe moeten. En ik ben dan zo figuur die dan gewoon Google Maps erbij pakt. En dan zegt, hier moeten we rechts. Dat ik dus een man achter het stuur heb zitten die zegt, nee, hier gaan we links, want ik weet het wel. Dat je dan denkt, kijk, in het begin ging het nog wel eens tegen je, maar dat je denkt, zoek het dan uit, rij lekker. En dan kom je dus ook vaak dat we of ver omrijden, of toch dat hij ervan, dat hij dus echt de weg kwijtraakt. En je denkt, gelukkig hebben we Google Maps. Dat dus mannen heel, mannenbrein, dus even een voorbeeldje, misschien herken je het wel. Een mannenbrein is heel... Ja, of dit, het is of dat. En dat zie je dus ook, dat zij hun één gedeelte van het brein van voor naar achter gebruiken. En dat is prima. Het vrouwelijk brein, en dat is super interessant. Het heeft wetenschappers verbaasd dat vrouwen met het maken van een beslissing niet één helft... Vrouwen, we wisten sowieso dat vrouwen twee helften van hun brein gebruikte, maar dat ze dus op het moment van een maken van een beslissing, dat dus ook heel duidelijk met hersenscans te zien is, dat zij dus het volledige brein gebruiken. Dus de volledige twee helften, waarbij zij dus en het rationele, maar ook het emotionele in hun beslissingen trekken. Dus je ziet ook in het maken van een beslissing, dat zij niet alleen maar het is of wit of het is zwart, maar dat het er ook grijs is en dat zij zoveel mogelijk willen betrekken, factoren betrekken, maar ook mensen die ermee te maken hebben. En dat maakt deze eigenschap nu zo bijzonder, dat vrouwen dus ook, als je het dan hebt over leiderschap, als je het hebt over het maken van beslissingen en daar ook voor gaan. Want op het moment dat zij dus twee hersenhelften, zit daar ook een bepaalde emotie bij. Dus dat zij dus ook dingen kunnen zien, voelen en ook aanvoelen van zo gaan we het doen. En dan kun je dus op het moment dat je deze factoren samen, dan ben je dus aan het creëren. Dus op het moment dat je dus een vermogen hebt tot creatie, want daar hebben we het dan over, dat vrouwen dus veel meer kunnen creëren dan wat we zelf denken. Maar goed, we zijn vast in onze oude patronen en vast in onze oude overtuigingen, dat we toch heel vaak onze ideeën willen, iemand anders als een klankbord van wat denk je, zou ik het wel doen? En dat we blijven wikken en wegen en niet geloven en vertrouwen op ons eigen kracht. En dit was toch eigenlijk van op het moment dat ik dan naar mijn drie kinderen gisteren keek, dacht van ook al, ik heb goede bevallingen gehad, maar dat op het moment tijdens de bevalling dat je denkt, ik krijg, zeker bij de eerste, ik krijg het er nooit uit, dit gaat me nooit lukken, dat je ondanks alles, ondanks dat het zo onnatuurlijk voelt, dat je gewoon door moet gaan. En net als met je bevalling, dat je denkt, oh my god, dit lukt me nooit, het komt nooit meer goed, dat je toch
allereerst een fantastisch kind op de wereld zet, maar nu ook in je ideeën, dat je je boek of dat je je bedrijf of dat een wisseling of een koerswijziging in je bedrijf, dat je gewoon moet vasthouden en voelen. Je moet het zien en je moet het creëren om het gewoon op de wereld te zetten. Dit wilde ik je graag aan je meegeven. En nogmaals, ik ga nog veel meer delen de aankomende jaren over het brein, over de creatie, over... Er is zoveel. Mocht je meer weten, mocht je denken van oké, wat bedoel je? Heb je hulp nodig om anders? Want op het moment dat je dingen anders wil doen, dan zul je ook anders moeten denken. En als je dan niet weet hoe je anders zou moeten denken, dan is dat natuurlijk wel een beetje moeilijk. Heb je de hulp bij nodig? Of dat je zegt van, goh, zouden we gewoon eens van gedachten kunnen wisselen? Let me know. En in ieder geval wilde ik gewoon aan je meegeven. Ik moest het gewoon eventjes kwijt. Ik wens je een hele fijne dag.